De prijsstijgingen op de internationale voedselmarkten hebben dramatische gevolgen voor Afghanistan. We are now going through a new global food price crisis of the amplitude that we've seen already in 2008. Het werd allemaal duurder in een half jaar tijd. And since people must eat, it doesn't matter how costly food be, they will sell their jewelry, they will sell their children in under conditions of poverty. People will eat. Vooral graan, suiker en olie zijn duurder geworden. Somebody who is hungry is dangerous. A hungry man is very angry. Bij mijn bakker is weinig te merken van de huidige voedselcrisis. De schappen liggen er vol en het is er altijd druk. Kijk, kijk, lees. Goedemiddag. Kan ik helpen? Ja, één volkoren gesneden. Is goed. De graanprijs is de laatste jaren enorm gestegen. Maar ik kom hier wel vaker. Maar mij is mijn brood niet 70% duurder geworden. Nee, gelukkig niet. Nou, het mooie is van dit brood, wij gebruiken Nederlandse tarwe. En de internationale tarweprijzen, ja, die zijn 70-80% gestegen. En het eind is nog niet in zicht, want ze hebben dit jaar wel heel veel last van een extreme droogte. Die extreme droogte zorgt er weer voor dat de graanprijs nog hoger gaat worden. Ik verwacht zeker wel boven de 100% in een jaar tijd. Hè? Hoewel Oxfam Novib de komende jaren nog een verdubbeling van de voedselprijzen aankondigt, zijn bij mij op de Dappermarkt voorlopig nog geen voedselrellen uitgebroken. In landen waar mensen 80% van hun inkomen besteden aan voedsel, zorgen prijsstijgingen voor opstand en revolutie. De voedselcrisis is een enorm probleem met het vooruitzicht van 9 miljard mensen op de wereld in 2050. Ik wil weten, hoe kunnen we deze tijdbom onschadelijk maken? Ik bezoek een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Iedereen die iets betekent in de voedselwereld, die is er. Van boer tot bankier, van Unilever-topman tot de professor uit Wageningen. Een cursus voedselcrisis voor parlementsleden. En voor mij. Je hebt nu wel te maken met het slechte van twee systemen. Wel hogere prijzen voor de consumenten, maar geen hogere prijzen voor de boeren. Heel erg belangrijk is uit welke componenten nou eigenlijk voedselprijzen bestaan. Kunt u mij nou zo uitleggen dat ik het ook snap? Dus wij moeten het voortouw nemen, want ik hoorde u in het begin zeggen van... Het duizelt me, maar ik ben niet de enige. Iemand die wel mijn aandacht trekt is professor Rabbingen van de Landbouwuniversiteit van Wageningen. Gaan we naar de volgende spreker, Universiteit van Wageningen, vertegenwoordigd door de heer Rabbingen. De vraag was welke maatregelen zou je willen nemen. Vooral ook het stimuleren van landbouwkundige ontwikkeling om daarmee te bewerkstelligen dat bijvoorbeeld in landen waar een structureel voedseltekort is, zoals in het Midden-Oosten, dat daar voor gezorgd wordt dat in de eigen voedselbehoefte ook meer wordt voorzien. En vooral ook in Sub-Sahara-Afrika, waar dus in feite heel veel landen ook van importen afhankelijk zijn. Rudy Rabbingen bekleedt verschillende topfuncties in binnen- en buitenland. Onder andere bij de Wereldbank en de VN. Hij bevindt zich in het epicentrum van de macht van de internationale landbouwpolitiek. Samen met Kofi Annan ontwikkelt hij een plan voor een groene revolutie in Afrika. Willen we het voedselvraagstuk oplossen, dan moeten we volgens Rabbingen investeren in hoogwaardige technische landbouw. Wat er vooral nodig is, dat je dus meer kunt met minder. Dus dat je dus de efficiëntie van de productie drastisch weet te verhogen. Hier in Nederland is nog maar zo'n 3% van de beroepsbevolking werkzaam in de landbouw. Nou, dat is in heel veel delen in de wereld is dat nog 70-80%. Dus er gaan er steeds meer uit. Maar dan moet er dus alternatieve werkgelegenheid voor gevonden worden. Maar die kleine hoeveelheid mensen moeten wel ervoor zorgen dat we allemaal te eten hebben. Volgens Rabbingen moeten we dus meer produceren met minder boeren. Maar daar denkt niet iedereen zo over. Na de voedselcrisis van 2008 stelde de Verenigde Naties een speciale rapporteur aan. Het is de Belg Olivier de Schutter. Hij pleit voor de zelfredzaamheid van de kleine boer. The real reason why people are hungry, and we are now at 1 billion people hungry, is because we've impoverished small-scale farmers as a result of policies that have increasingly dualized agriculture, benefiting a small number of larger producers, but neglecting many small farmers who have not benefited from past efforts to support agriculture. And so, if we promote food production by
policies that increase this dualization, that further marginalize small farmers, we will see more of the same. We will see more rural migration. We will see more slums growing in the periphery of the large cities. And we will have governments which will then have no choice but to further dump low-priced food in order to serve the needs of the urban poor, further endangering the position of small-scale farmers. En dan denk ik, dan lees ik zo'n rapport van zo'n rapporteur en die zegt, ja, we moeten gewoon terug naar kleinschalige landbouw, biodiversiteit. Dat is waar we naartoe moeten. En biodiversiteit ben ik dus heel erg voor. Ik vind ook dat het heel belangrijk is dat we dat proberen te behouden. Ja. Maar dat moet je ervoor zorgen dat je de landbouw op de goede plek doet en hoogproductief. Dus niet een aantal dogma's hanteert die in feite te maken hebben met de wijze waarop ook door de schutter nu gepropageerd wordt dat er maar één weg naar Rome is. En waar komen die dogma's dan vandaan? Hoe moet ik die begrijpen? Of hoe beziet u die dogma's die hij aanhangt? Nou, dat heeft alles te maken met toch een beetje aversie tegen alles wat met industriële wijze van landbouwbedrijven te maken heeft. En ook een aversie tegen de grote industrieën en de grote zaadbedrijven. Ja. Die maken dat men daar dus in feite zegt van nou, daar moeten we niks mee te maken hebben. Rabbingen ziet duidelijk weinig in het rapport van de VN-man De Schutter. Ik ga me nu een beetje nog meer verdiepen in die voedselcrisis. Als ik nou mijn hele zoektocht heb gedaan, vindt u het dan goed als ik nog één keer bij u langskom om mijn bevindingen met u te bespreken? Vind ik uitstekend. Het lijkt me uitstekend. Hartstikke fijn. Goed. Dank u wel. Ik ben benieuwd naar de man die volgens Rabbingen in dogma's denkt. En daarom bezoek ik VN-rapporteur De Schutter in Brussel. Oké. Okay. Hallo. Nice to meet you. Thank you very much. Ik leg de visie van Rabbingen aan De Schutter voor. Het is zo dat dankzij de kunstmest wij nu met ongeveer een 6,7 miljard mensen op deze aarde kunnen leven. Just boosting volumes, increasing production will not alleviate the question of hunger if we do not work at supporting the poorest, including small-scale farmers, who form about half of the 1 billion hungry people. It's estimated that by 2030, when we'll be 8 billion, 300 million people on Earth, the slum dwellers will be about 2 billion. So the question is, do we want to see this continue? Do we want to accelerate this even by developing large plantations and basically pushing small farmers out of farming? Or do we want to support small farmers so that for the moment they can increase their incomes and gradually have a right to choose? Het wordt me duidelijk. De visies van Rabbingen en De Schutter staan haaks op elkaar. Maar goed, het is allemaal theorie. Ik wil zelf uitzoeken wat de beste weg is. Ondertussen breken er in Oeganda ook voedselrellen uit. Ik zie de voedselrellen op televisie en Skype met Bo van Elsakker. Hij werkt al jaren in Oeganda. Van Elsakker gelooft, net als De Schutter, in het helpen van kleine boeren op een biologische wijze. Ik wil graag die voedselcrisis beter begrijpen en ook wat voor oplossingen er zijn en wat nou de echte problemen zijn. Is Oeganda dan een goed land om naartoe te gaan om dat te bekijken? Nou, nee, Oeganda is een prima land omdat er dus veel biologische landbouw is. En blijkbaar zijn ze dus ook al vrij ver in het werken aan genetisch gemanipuleerde gewassen. Oeganda is een vrij compact land. En ja, nu natuurlijk met die voedselrellen staat het ook wel heel erg op de agenda bij de mensen in Oeganda. Dus ja, als je niet benauwd bent voor wat rellen is in met name de hoofdstad, dan is Oeganda een prima land om daar dus je richting van op te stellen. In Oeganda leeft 80% van de mensen van de landbouw. Het land staat op dit moment op een kruispunt. Kiest het in de nabije toekomst voor hoogwaardige technologische landbouw en genetisch gemanipuleerde gewassen? Of gaat het investeren in de toekomst van de kleine boer? How much is one paper? 1500. Alhoewel de economie de laatste jaren is gegroeid, hebben de meeste Oegandezen daar weinig van gemerkt. Het land van president Museveni wordt geteisterd door hoge brandstof- en voedselprijzen. De bevolking is boos. Ieder moment kunnen er nieuwe voedselrellen uitbreken. Hallo?
I'm Gideon. You speak English? Yes, sir. Yeah. You sell bread? Yeah, I sell bread. What happened to the price of bread? The price of bread raised a bit. Now this one we are selling at 3,000. Yes. And it was at 2,200. Okay. Yeah. Basically, what is happening is a general reduction in the purchasing power. Like, everyone is conscious on every coin that is spending. Yes. De trek van arme boeren naar de stad heeft ertoe geleid dat er grote krottenwijken in de hoofdstad Kampala zijn ontstaan. Zo ziet het leven eruit als je moet leven van minder dan een dollar per dag. Basically they do petty trading, like selling maize, roast and sell fish. Okay. That is the basic business. And then the work of the people here basically is, you know, doing petty jobs, jobs that do not pay much. People come from the villages to come to town, and life in town itself is not the best. It's very, you can see how people live here. So it makes life more difficult again. Jobs should be created right at the village level, so that somebody just doesn't come to town to look for a job. He finds the job there in the village. And if it is something to do with farming, there are so many areas of farming that other people can be employed on, and then work would be enough for people in the villages. Somebody who is hungry is dangerous. A hungry man is very angry. A hungry man is an angry man. In een land waar het basisvoedsel bestaat uit bananen, wil ik weten hoe Oeganda haar boze bevolking gaat helpen. De voedselproductie moet omhoog, maar hoe? Met meer kennis? Met meer techniek? Ik hoor dat er net buiten de stad een bijzonder project gaande is. De oplossing blijkt toch weer te liggen in de banaan. En wel in de genetisch gemodificeerde banaan. Yes, you're welcome. Hello. Hello, doctor. Thank you very much for having me. Hello, I'm Gideon. Okay, welcome to the room where we do quantify for vitamin A in the bananas. These are transgenic bananas. Thank you.